Hallo allemaal, hartelijk welkom bij Speel met mij. Ik heb hier vandaag weer iets interessants en dit zijn glitzer-tattoos. In deze set zitten verschillende glitter-tattoos. Het is van Glitzer Transfer Art en dan kun je dus zelf die glitter aanbrengen. Er zitten meer dan 30 tattoo-designs bij en het zou tot 5 dagen moeten houden. En als je het niet zo lang erop wilt hebben, kun je het natuurlijk eerder weghalen met een beetje olie of misschien een beetje crème. En het is bedoeld voor kinderen vanaf 6 jaar. En daar zie je het al hierachter. Er zitten verschillende van die patroontjes, motieven bij. En dan kies je er eerst eentje uit. Dat doe je dan op je huid. En dan doe je er glitter overheen. En vervolgens veeg je het een beetje weg, wat er nog niet hoeft te zitten. Er zit ook een kwastje bij. Daar kun je dat dus mee doen. Daar kun je het overtollige glitter mee weghalen. En hier zie je ook de verschillende patroontjes. Hier zie je het kwastje en het pincet. En 3 verschillende glittervormpjes. Ik ga het gelijk openmaken en gaan we wat beter bekijken. Zo. Nu heb ik het eruit gehaald. En je ziet dat het eigenlijk niet alleen voor op de huid is. En dan kijken we nog eens even. Hier zit het kwastje. Dan zit er nog een witte pincet met uit plastic bij. En hier zie ik al de verschillende symbooltjes en figuurtjes. En die zal ik eens even openmaken en dan zal ik eens kijken welke erbij zitten. Het zijn 4 velletjes. En ik hoop dat jullie het kunnen zien. Dit zijn verschillende vlinders. Hier heb je er 3 verschillende. Hier nog eentje met nog zo'n versierseltje. En hier heb je ook met bloemen en decoratie. Dan het volgende velletje. Hier zitten verschillende strikjes op. Hier kleinere en hier een grote. En hier nog verschillende hartjes. Hier zie je een slot in hartjesvorm. Een sleutel. Een vee en nog een vee of een elfje misschien en 5 verschillende sterren. En hier een hele grote vlinder, 2 hartjes en van die decoratie dingetjes weer. Zo, en dan de glitter. Er is roze glitter. Groen. En paars. En dan zie ik hier nog een klein potje. Daar zitten glittersteentjes in. Kleine zilveren steentjes. Ja, een heel interessante set. Als jullie het leuk vonden, geef de video dan een duimpje omhoog. We gaan het in ieder geval in de volgende video proberen op ons kanaal. Daar kun je alvast naar uitkijken. En we hebben al eerder zoiets getest. Dat kun je dan ook wel bekijken als je wilt. We hebben een tattoo in de vorm van een ster gemaakt toen. Bekijk die dan als je dat wil zien. En verder, bekijk onze andere video's, abonneer je op ons kanaal en dan zien we elkaar de volgende keer. Doei!